Wat fijn dat ik vanmorgen in Rijmerstok te gast kan zijn bij de nieuwe wethouder Jos Hendricks. We gaan eens even kennis maken en eens loesteren wat Jos nog de komende anderhalf jaar in de Raad van Gulpen voor ons kan betekenen. Jos, wie is Jos Hendricks eigenlijk? Ja, Jos is geboren en opgegroeid in Ees. Ik heb er nu 2 jaar in Iepen gewoond, 10 jaar in Wilder en we wonen nu vanaf 26 jaar in het mooie dorp Rijmerstok. Ik ben 65 jaar, ik heb gewerkt 40 jaar bij gemeenten. Ja, we hebben dus nu een nieuwe coalitie, daar zullen een aantal dagen zo'n gebeuren weer. Vertel eens over de laatste dagen. Er is een traject geweest van coalitiebespreking, wat uiteindelijk tot een nieuw coalitieprogramma had gedaan. Voor elke fractie hebben er 2 mannen aan tafel gezeten. Ik moet zeggen dat ik daar wel een zeiling ben geweest, maar ik heb niet bij de gesprekken gezeten. Nou, er ligt een coalitieprogramma wat vorige week door de Raad aangenomen is. Heb je ook bepaalde ideeën over de duurzaamheid? We hebben natuurlijk een heel kwetsbaar landschap. Dat betekent dat we heel weinig mogelijkheden hebben rond zonneweiden en dat soort voorzieningen. Ja, mijn idee is, begin vooral kort bij zichzelf. Kijk wat ze ook zelf kunnen doen. We hebben al amoen in huis, we hebben daken. Ja, voor met z'n allen eens een keer aan zonnepanelen, et cetera. Wat een investering is die zich heel snel terugverdient. Ja, dan kunnen ze naar de termijn toe ook nog andere stappen ondernemen. En dan kunnen ze ook kijken welke technische ontwikkelingen er zijn. Want ik denk, wie meer de tijd verstrekt en druk op kunnen, wie meer oplossingsrichtingen ook kunnen. Een ander onderwerp, wat ook in die portefeuille zit, is toerisme. Het stikt momenteel in Gulpen van de toeristen wat er rondlopen en genieten op de terrassen. De horeca heeft het heel zwoer gehad in de coronatijd, nog steeds erg zwoer. Hoe kijkt ze daar tegenaan, het toeristische aspect? We hebben natuurlijk door corona denk ik 2 dingen meegemaakt. We hebben de rust even gehad. Volgens mij hebben veel u denk ik, dat we ook lekker. We zien dat de toerisme in eigen land de oproep ertoe betekent had dat we ontzettend vol zitten. Volgens mij is het nog nooit zo'n drukke zomer geweest. Dan zien ze weer een andere kant. Wat nu is, en daar had de Raad ook al een gezamenlijke motie over genomen, dat we eens gaan kijken wie we dat kunnen handelen. Ik denk dat ze vooral moeten gaan kijken wie we een kwaliteitsslag kunnen doen. We moeten niet meer lui hebben, maar we moeten gewoon zorgen dat we meer dingen hebben we lui voorkomen. In de zin van wat langer blijven en misschien ook wat meer te besteden hebben. Er zijn altijd problemen met de zwembad in Gulpen, als ik dat heb. Voor de lui wat niet weten wat het mozaak wat is. Ja. Wat is er nu eigenlijk met het zwembad? Hebben die zo grote tekorten dat de gemeente moet inspringen? Of die tekorten zo groot zijn, kijk voor een klein gemeente wie Gulpen weet hem, is de bijdrage die we verstrekken best goed. Als het geeft kijken naar de voorzieningssec, wie groot dat die is, vult dat reuze met, want daar hebben ze ook andere gemeentes, etc. Je zou wel eens, als je op 14.000 inwoners moest verdelen, of daar hebben ze 140.000, hoe eigenlijk, dan hebben ze een heel ander bedrag. Dus de bijdrage is niet zo hoog, die is ook vooral gericht op dat doelgroepen zwemmen en dat de eigen inwoners daarvan kunnen profiteren. Voorzien wel, wil ze een stabiliteit naar de toekomst hebben, ook dat ze onderhoudsreserveringen doen. Ja, dan zullen we naar de financiële kant moeten kijken. En wat bij Mozaco ook natuurlijk speelt, ze zijn ontzettend afhankelijk van de boeteruimte voor de toeristen. Ja, de business sfeer is afhankelijk. Nou, die discussie gaat nu lopen. En ook in het coalitieprogramma is wel uitgesproken dat het Mozaco, het zwembad, overeind moet blijven. Iets anders even, de bestaande coalitie wat we gehad hebben in de eerste periode, die is gevallen. Ja. Die hebben natuurlijk ook ideeën gelanceerd, die hebben zaken op de rol gezet. Wat is erg belangrijk wat je wilt afmaken? Ik denk eens even aan Nieswieler, dat je zo een accommodatie komt wat heel belangrijk is voor het verenigingsleven, al door. Hoe is het toch eigenlijk met? Er loog een contract met die stichting Alp. Dat is ook afgewacht door het vorige college. En het is nu aan een nieuw college om de kennis nu nieuwe plannen maken. Daar zijn de eerste gedachten zijn erover. Hoe met name de gemeenschapsvoorziening van Nieswieler. En ik denk dat voor de inwoners heel belangrijk is. Uitdrukkelijk een rol moet zien. De Raad had er ook een uitdrukkelijke motie voor vastgesteld. Daar gaan we nu mee aan de slag. Nog een vraagje. In Gulpen werd verteld, de gemeente had nu een ganse opnieuw ambtenaar aangenomen in de laatste periode. Daar zal er wel een ganse werf moeten van verdwijnen.
Ja, dat is ook een berucht krantenartikel. In het coalitieakkoord zit alleen dat er een adequate en organisatie moet zien. Vooral de duidelijkheid, er is personeel aangenomen en aan die rechtspositie van die personeel gunt van het ornen. Wat waar is, er gunt wel de komende jaren terug leeftijdsontslag, hè, pensioen, gunt er mensen eruit. En dan zullen ze moeten kijken, hebben ze die functies nodig. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dinsdagmiddag met veel nieuwe mensen die nu aan het roer doorsteunt kennis gemaakt. Ja, dat is een heel enthousiaste groep en daar heb ik volste vertrouwen in dat we grote stappen kunnen zetten met het personeel. En dan moet ook even de rust hier, dat ze kunnen bouwen aan een nieuwe organisatie. Want mensen binnenhalen is één, maar de resultaten zie je, ja, dat hebben ze niet binnen een week of twee. Er moet ook een nieuwe organisatie altijd 2 jaar de kans geven om zich te ontwikkelen. Wat ik aan het einde van dit interview bij wil doen, is een aantal kleine vragen stellen en dan graag een heel kort antwoord. Wat is je favoriete vakantieland? Overwegend Frankrijk. Hobby's? Dingen organiseren. Laatste boek wat ze gelezen had? Over de bestuursstructuren van de geheerlijkheden, Gulpen en Witte in vanaf 1700 of zo. Dat ben ik nu aan het lezen. Dat heb ik als afscheid gekregen van de burgemeester van IJsselmergen wat gekregen. Hoe is het met de zustergemeentes, met Vals en IJsselmergen? Heb ze daar een goed gevoel bij? Lukt dat lekker? Dat zijn de dingen die gewoon goed lopen. De omgevingswet zijn vergoed aan het pakken. Maar er zijn ook natuurlijk rond die duurzaamheid zo'n dingen die samenlopen. Maar goed, er is ook nu naar gekomen dat we in het middengebied, hè, met de kleine gemeentes tussen de stedelijke banden in, samen we zijn werken. En door samen de weg in Zeukensteed ook natuurlijk op. Want de merk is ook dat de schaal van die drie vaak ook te klein is. Ten slotte, onze burgemeester, hoe is die verhouding tussen u en wat vindt ze van onze burgemeester? De verstandhouding is gewoon groot. Ik moet zeggen, we zijn toch begonnen om even rustig met het nieuwe college terug te komen, ook om daar te bouwen. En we zijn daar uitkomen met dat we met elkaar zeggen, jongens, vergunt de klus afmaken. We hebben dingen ook wat, met, uiteindelijk als Lumen de verkeer in het verleden, hebben ze wel eens wat dingetjes die ze moesten ook even bespreken en weglaten. Maar de burgemeester had het volste vertrouwen van dit college. Maar, wat wil ze ten slotte nog even zeggen aan de inwoners van Gulpen-Wittem? Als ik het hebben, benader de gemeente, maak gebruik van de mogelijkheden om uw mening te geven. Ik denk dat Gulpen-Wittem een hartstikke mooie gemeente is die voor stukken weer kunnen brengen. Maar dat kennen we alleen als we dat samen met inwoners en onze bedrijven doen. Want daarvoor, het is ook de moeite waard om daar iets voor te maken. Ons 5-sterren landschap, lotte stralen.